De slaapplantjes van hobbytuinder Beb Pelkman uit Huissen staan er prachtig bij. En dat zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen, want die gebruikt Beb niet. Nooit. Dat gebruik je niet. Waarom niet? Nou, dat is milieu-onvriendelijk, hè. Ja, dat is voor het grondwater vervuilen, hè. Maar niet iedereen denkt er hetzelfde over als Beb, merken ze bij het drinkwaterbedrijf Vitens. Op 41 plekken haalt het bedrijf water uit de grond in Gelderland, zoals bijvoorbeeld hier in Arnhem. En het water dat uit de grond komt is steeds vaker verontreinigd door bestrijdingsmiddelen. Gelderland is een provincie met heel veel drinkwaterbronnen. Dat betekent dat heel veel Gelderlanders eigenlijk bovenop hun drinkwater wonen. Nou, en in die bronnen, meer dan de helft daarvan, treffen wij hele minime spoortjes van bestrijdingsmiddelen aan. Dat vinden we geen goede ontwikkeling. Hoe erg is dat als het hele minime spoortjes zijn? Nou, dat is op dit moment niet erg, maar als we er niets aan doen, dan wordt het wel een probleem. Want dan zullen we extra zuiveringen moeten bouwen en dat kost heel veel geld. Vitens wil dus graag minder bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Toch is het aanbod van bestrijdingsmiddelen groter dan ooit. Zoals bijvoorbeeld bij deze Welkoop in Huissen. Aan bestrijdingsmiddelen voor tegen insecten, bestrijdingsmiddelen voor onkruid en dergelijke. Ja, een vrij groot scala aan producten. Een oplossing zou zijn om de verkoop van bestrijdingsmiddelen te verbieden. Maar daar is de eigenaar van de Welkoop uiteraard niet meteen enthousiast over. Nou, of het verboden moet worden, durf ik zo niet te zeggen. Maar de strengere regels zijn er zeker. De afgelopen jaren is het producten met bestrijdingsmiddelen al een stuk ingekrompen. En daarvoor in de plaats is gekomen, zijn heel veel middelen teruggekomen die milieuvriendelijker zijn. Maar volgens hobbytuinder Beb kan tuinieren ook prima zonder bestrijdingsmiddelen. Wat doet u dan als u luis heeft? Of althans, uw groenten? Nou, ik ga brandnetels plukken. Een kilootje brandnetels nemen. En dan lag ik 14 dagen staan. En dan krijg je een soort gier. En dan ga je dan, als dat klaar is, dan ga je het verdunnen. En dan spuit je over de luis heen. En dan zijn ze weg. En dan zijn ze weg. Vitens wil dat meer mensen zoals Beb gaan denken. En daarom is er een speciale campagne opgezet. Ja, wij zijn samen met de provincie Gelderland een publiekscampagne begonnen. Dat doen we op verschillende manieren. We sturen onder andere een nieuwsbrief naar al onze klanten. Maar we zetten ook hele grote rietjes neer in grondwaterbeschermingsgebieden. Rietjes? Rietjes, ja. Bijna van die limonaderietjes, hè, die je als kind vroeger wel eens kreeg. Nou, we zetten er 4 neer, meer dan 3,5 meter hoog. Dus die ga je ook zien in Nijmegen, Arnhem, Druten en Dieren. Je moet wel goed zoeken naar die rietjes. En zelfs als je ernaast staat, is het nog niet meteen duidelijk. Ik weet niet, wat betekent? Sorry. Het gaat over het drinkwater. U bent op bij een drinkwaterbeschermingsgebied. Oké, ja. Goed. Niet zo duidelijk, hè? Nee, ik wist het niet.